Fall Guys, yeah! Gaan we spelen! Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Hickie en vandaag spelen we gewoon Fall Guys. Ik had er zoveel zin in, ik denk, nou weet je, dat moet ik ook spelen. Ik heb het Max zien spelen, ik heb het andere zien spelen. Zo, oh, we gaan nu zelf doen, we gaan sowieso een winnaar, kijkers. Ik heb er zo jottem veel zin in. Om een win te halen, hier, hoppakee. Makkelijk toch? Ah, zo voor niks anders. Leuk dat jullie er zijn allemaal, kijkers. Ik hoop dat jullie het leuk vinden als ik het spelletje ook een keertje speel. Ik dacht, weet je, je moet toch een keertje gek doen in het leven, hè? En nou, gek doen, dat kan met Fall Guys. Dus comment even wat jullie ervan vinden als ik het doe. Ik blijf natuurlijk monteren, zoals de gevangenisvideo. Komt gewoon nog steeds online, of als je al die online is in ieder geval. Oh, oh, oh. En allemaal andere leuke monteervideo's die ik ga doen en zo. Oh, nee, nee, oh. Oké, kijk eens, ik kan dit. Maak je maar geen zorgen. Maak jullie maar geen zorgen. Dit gaat toch gewoon worden, hoor. Ik kan gewoon nog steeds winnen. Dit gaat mij gewoon nog steeds goed af. Dit gaat gewoon nog steeds goed aflopen, kijkers. Het gaat gewoon nog steeds goed aflopen, hoor. Geen zorgen. Maak je maar geen zorgen, Mickey. Enki, die is gekwalificeerd. Fall Guys speler of zo. Ja, dat is echt zo. Met donuts en al. Met donuts, kaartkoekjes. Oh, je had hem lekker. Hoppakee. Zo. Zo. Oh, niet vallen, niet vallen, Enki. Niet vallen nu. Enki. Dit is niet de afspraak die we hadden. Dit is niet de afspraak die wij hadden. Kom, kom. Dit is niet de afspraak die wij hadden, Enki. Enki, meneer Paars, kom nou eens naar beneden. Ik ben even toch op u aan het wachten. Maar nu kom maar niet. Nee, wat doe ik nou? Oh, dat meen je niet, hè? Dat meen je niet, toch? Nu, deze situatie waar we het over hebben. Zo, doorrennen. Doorrennen, snel. Snel. Ah, ja, ja. Snel. Snel doorrennen. Oh, dit kan ik, kijkers. Dit is gewoon mijn moment. Dit is gewoon mijn moment. Oh, mijn god, nee. Nee. Hoppakee, ja. Ja, ik ga het halen. Ik ga het halen. Ik ben gekwalificeerd in 3, 2, 1. Gekwalificeerd. Volgende ronde. Ah. Oké, jongens, het doel van deze game mode is elkaar staartjes pakken. En er zijn 4 teams. En elk team heeft volgens mij 4 of 5 staartjes. En degene die aan het eind van de tijd de minste staartjes heeft, dus qua teams, die heeft verloren. Dus dat hele team verliest dan. En er zijn 4 teams. Dus je hebt 1/4 kans om te verliezen. En 3/4 eigenlijk om een soort van te winnen. Ik weet niet of dat is precies is hoe het werkt. Oh, hey, hey meneer. Mijn staartje, dankjewel. Graag gedaan. Ik hou hem eventjes vast voor je, want anders... Ik hou hem warm. Hey, oh. Meneer, dat was mijn staartje. Waarom doet hij dat nou? Hier pak ik die van jou wel. Hier pak ik die van jou wel. Kom maar. Hey, oh, oh. Ik ga die van jou gewoon pakken. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen, meneer. Ik hou uw staartje al even warm. Kom maar, nou weet je, ik hou iemand anders staartje al even warm. Die van deze hier. We staan ook echt een beetje achter. Ja, dankjewel. Ik hou hem even warm. Au. Au. Oh. Oh. Oh, ik hou ze even warm. Gewoon, niks om je zorgen over te maken, meneer. Niks om je zorgen over... Au. Te maken. Au. 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 Doe eens rustig met dat allemaal, die dingetjes. Hé. Hey. Hé. Hey. Dat was mijn staartje. Waarom doet u dat nou? Au. Waarom doe je dat nou? Kom terug met dat staartje. Kom terug met dat staartje, meneer. Kom terug met dat staartje, meneer. Ik ga je afsnijden. Ik ga je afsnijden zonder dat je door hebt. Let op. Ja. Oh, dat jij hoort bij ons. Jij dan? Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Ja, mijn staartje. Goed zo, goed zo. Wat dachten we ervan? Oh, ha, ik heb je afgesneden. Nee. Oh. Oh, ik heb je afgesneden. Ik ben veel sneller dan jij. Ik ben veel sneller. En beter, sneller en beter, sneller en beter. Au. Je bent te slecht. Oh, ik ook, ik ook. Oh, jotem met totem. Hé, meneer. U heeft ook een mooi staartje, zeg. Wat doet hij met dat staartje? Hoe komt hij dat zo wel aan? Weet je, als wij gewoon even schuilen hier. En doen alsof wij niet leven. Dan komt het vast wel goed met ons. Als wij gewoon schuilen hier. En doen alsof we niet leven. Dan komt het vast wel. Auw! Meneer! Dat is niet de afspraak die wij hadden, weet je nog? De afspraak was. Ik mag het staartje houden. En dan zal jij niet bij me in de buurt komen. Dat was de afspraak. Hé! Hey! Nou, nu heeft hij hem. Oh jee, we gaan ook nog verliezen ook. We gaan ook nog verliezen ook. Wat is dit nou? Hoe kan dit nou? Oh, overtime. Nou, oh, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Kom hier. Kom hier, kom hier. Oh, nee, kijk eens. Oh, dit moeten we winnen. Dit mogen we niet verliezen. Dit mogen we niet verliezen. Laat me eens met rust. Oké, blauw verlies, ja. Blauw verlies. Ja, ik heb twee nog. Ja, we hebben nog gewonnen, kijkers. We hebben zijn gekwalificeerd. Ik pakte op het laatst nog zijn staartje. Oké, deze ken ik helemaal nog niet, kijkers. Avoid the walls and stay on the platform. Dus we moeten de muren ontwijken. En we moeten op het platform blijven. Maar ik ken deze helemaal nog niet. Deze minigame. Oh jee. En kijk eens, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Er komen blijkbaar muren aan. Die moet ik ontwijken. Maar ik weet niet waar ze... Oh, 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 oh. Oh, ik snap hem al. Er gaan dus gewoon muren aankomen. Die moet ik ontwijken.
Oké, nou duidelijk. Dat valt te begrijpen, zover toch? Dat valt zover gewoon te begrijpen. Oh, aan de kant, aan de kant. Aan de kant, meneer. Oh, in alle rust moet dit. In alle rust moet dit gebeuren. Aan de kant, jongens, aan de kant. Ik ben te dik voor dit. Ik ben denk ik te dik voor dit. Oh, oké, dit kan. Oh, mijn god. Oh, nee. Oh, nee. Je wil niet in dat vak terechtkomen. Dan ben je klaar. Zoals die mensen daar. Dan ben je gewoon klaar. Oké, dit is te doen nog. Dit is nog te doen. Ook nog niet in het vak terechtkomen. Dan moeten er 27 elimineren. Alsof er maar één iemand gaat winnen dan. Is dat een beetje het doel? Dat er maar één iemand dan kan winnen. Oh ja, je moet dus springen zeker. Ja! Dat had ik te pakken. Dat had ik gewoon door. Dat had ik gewoon door dit. Ja! Die had ik ook door. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Ja! Oh jee. Oh, laat me met rust. Laat me met rust. Ja! Ah, oh, het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Ah, pas op jongens. Pas toch eens op allemaal. Oh, het is zoveel te druk. Oh, het is zoveel te druk. Hey. Waarom ben ik daar? Ik ben toch meegenomen. We mogen het nog een keer proberen kijken. Het is eigenlijk dezelfde map als net. Dus nu krijgen we een kans zien. We gaan hem halen zonder te vallen. Kijk, dit ga ik aan jullie laten zien. Dit is de truc van de echte Henky. Let op, dit is de echte Henky truc die ik jullie nu ga laten zien. Kijk, niemand weet dat als je een beetje achter rent, dat je het dan in je voordeel kan gebruiken om van ding te springen. Kijk, dit is namelijk een truc die... Oh! Wat ik wilde zeggen, dit is namelijk een truc die alleen de echte Henkies kennen. Kijk, nou trouwens, het is maar één echte Henky, dan ben ik. Maar, let op, iedereen gaat nu die kant op. Zoals we dat snel zijn! Ah, zo, dan kunnen we net daar hier landen. Kijk, nu gaat iedereen daarheen. Waardoor wij, als de bliksem snel hierheen kunnen... Dat betekent dat we dan ook eigenlijk heel snel... deze kant op kunnen. Want niemand die door heeft dat deze omhoog werd gelaunched. En dat ik dan hierheen kan. En dan alle rust heb aan deze kant. Wat een rustig leventje heb je dan, hè? Kijk. Dan kan ik rustig op geel zo. En dan kan ik rustig op blauw zo. En dan moeten we oppassen, want geel die gaat daar omhoog. Dan kunnen we ook rustig op geel hier. En dan snel doorrennen. Oh, dat is toch makkelijk? Oh, oh, jongens. Niet enthousiast nu. Niet enthousiast denken nu met al die gedachten van jullie. Al die gekke gedachten moeten als eerst zijn. Oh, nee, dat is te gevaarlijk. Zo, ja. Oh. In alle rust, kijk eens, in alle rust. Hoppakee. Zo, hey. Is dat niet eens goed voor mij? Is dat niet eens super goed voor mij? Kijk, de meesten gaan naar rechts en die waren eerder. Dat betekent dat ik links moet pakken. Dat betekent dat ik hier gewoon het beste eigenlijk geel kan pakken. Een beetje daar kan landen zelfs nog. Want dan, nou ja, Nee, waarom werkt dat nou niet? Ik dacht dat echt dat mijn beste kans was. Kijk, de meesten gaan naar rechts. Dus als ik ook rechts ga. En dan een abrupte stop naar links maken. Omdat de geel veel te laag was. En snel doorren. En dan eigenlijk een hoop. In alle hoop hier snel spring. En dan snel doorren. Snel naar geel. Want hij gaat daarheen. Dat betekent dat ik snel hierheen kan. En dan zijn wij gekwalificeerd voor de volgende ronde. Yeah. Oké, kijk eens. Daar zijn we dan in de volgende minigame. Het doel nu is dat we door alle deuren naar het einde gaan. Maar sommige deuren willen niet open gaan. Maar sommige deuren willen wel weer open gaan. Dus het doel hier is om eigenlijk een beetje van de menigte af te zitten. Dus ik ga gewoon gokken dat deze deur open kan hier. Let op. Ja! Zo, die is open, hé. Alsof er niks is. Ik ben echt heel sterk. Kijk, en nu weet ik dat deze deur open gaat. Ja! Au, au! Ah, dat deed echt heel veel pijn. Ah. Zo, ik heb echt hard mijn hoofd gestoten, kijk eens. Zagen jullie dat? Ik stoot echt heel hard mijn hoofd. Zo, dan gaan er echt heel veel ook gewoon niet open. Oh, je moet wel snel zijn. Je moet wel heel snel zijn, merk ik nu al. Je moet wel echt, want ik merk nu al dat ik een beetje achteraan, achter de feitjes aanloop. Zoals dit, zien jullie? En dat is niet helemaal de bedoeling dat ik achter de feitjes aan ga lopen, hè. Snel er doorheen, alsof het niks is. En dan snel hierdoor. Kijk, dan gaan we deze nemen, want dan hebben we alle rust. Dan gaan we snel over de drukte heen. En dan springen wij er doorheen. Ja, ja! Henky, wat ben je toch weer slim? Au, au, hij viel op mijn hoofd. Henky, wat ben je toch weer slim? Je bent toch wel echt een van de slimste in huis, hè? Ja! Hoppakee, gekwalificeerd! Nou jee, kijk eens, hier gaan de dingen ronddraaien en dan kan je eraf vallen en dan val je in het slijm. En dat is helemaal niet de bedoeling. Dat is helemaal niet leuk, kijk. Dus wat wij moeten doen is niet proberen in het slijm te vallen, maar die dingen blijven ronddraaien natuurlijk, hè? Dat is gewoon iets wat gewoon gebeurt in het leven hier. Dat moet je gewoon soms even accepteren. Maar kijk, als wij dit gewoon in alle rust gaan doen, zonder de stomme menigte. Let op, dan gaan we zo. Dan gaan we zo. En dan gaan we snel weer naar deze kant. En dan gaan we snel... Oh, nog niet hierop. Ben je gek, Henky? Ben je ook helemaal gek soms, hè? Kijk, en dan gaan we alle rust deze kant op. En dan hebben we eventjes tijd om uit te rusten. Tijd om te ademen. En dat heb je soms nodig in het spel. Even tijd om te ademen. Kijk, want dan daarna kunnen we rustig weer op deze. En dan hebben we ook weer tijd om even hele korte ademhalingjes te halen. Maar je moet zuchten en puffen. Zuchten en puffen, Henky. Dat is de sleutel tot succes hier. Zuchten en puffen zo, hoppakee. Nou, hoe is dat nou?
Hoe is dit nou? Gewoon lekker rustig. Dan worden er nog maar een paar geëlimineerd. En echt, daar ben ik echt niet van hoor. Van die laatste paar eliminations. Kijk, kunnen we hier toch wel even rustig rusten? Ah, even weer op adem komen. Wat lekker. Ah. En toen was het namelijk dat we niet in de slijm vallen. Kijk, en dat ben ik ook helemaal niet van plan. Maar hè, je weet maar nooit hoe het soms gaat. Hè. Je weet nooit hoe het kan verlopen met dat slijm. Oh jee. Oh jee. Hier erop. Oh, en dan snel doorrennen. Snel doorrennen, Henkie. Henkie, ik zeg snel doorrennen. En dan gaan we toch maar weer hierop. Oh, oh, oh. En dan toch maar weer hierop. Oh, ik ben toch eventjes bang. Nou, kijkers. Jullie lieten me toch allemaal eventjes schrikken daar, hè. Kijk, en dan. Let op. Hebben we toch weer alle rust hier. Zo. Hebben we alle rust weer even om te ademen. Ademen is heel belangrijk. Zuchten en puffen. Daar bleef het bij, jongens. Weten jullie dat nog? Zuchten en puffen. Kijk. Kijk, ik maak mezelf heel bang. Want ik ga hier staan, maar... Nu hebben we weer even rust. Kunnen we nog één iemand geëlimineerd worden? Nou, dat ben ik niet hoor. Ik ga niet diegene zijn die geëlimineerd gaat worden. Hier zie je, we zijn gekwalificeerd. Oh nee, kijk eens. Het doel hier is dat er is een geheim pad naar de overkant. En niemand weet eigenlijk welke dat is. Dus we gaan even snel kijken. Want dus er zijn heel veel neppaadjes. Maar kijk, ik heb geleerd dat ik gewoon dit ga doen. Zo. Oh, nou, vallen. Maar dan heb je wel een pad. Dan ben je wel degene die het pad vindt. Hoe goed is dat nou? Gaan doorrennen, jongens. Gewoon hier naar rechts en dan die kant op. Au! Au! Oh mijn god, iemand haalt het. Iemand haalt het al. Ja, maar ik ben snel. Ik ben snel, Henkie. Hier, hoppakee. Wat dachten we ervan? Wat dachten we ervan? Gewoon eens doorrennen, jongens. Gewoon doorrennen. Gewoon doorrennen. Hier, kijk. Hoppakee. En dan gewoon deze kant op. Oh. Doorrennen. Oh, nee, nee, nee. Nee. Nu ga ik de fout in, kijkers. Nu gaan ze het halen. En dan ben ik laatste. Ga zij het halen en dan word ik laatste. Dat is toch ook niet leuk dat dat gebeurt. Hier. Ah. Zo, zo. Let op. Zo, nu moet ik het halen. Kom op, kom op. Ja, gekwalificeerd. Oh jongens. Ik ben nog gekwalificeerd. Oh, wat goed. Kijk, kijk eens, daar gaan we. Het is een race naar de kroon. Een race naar de kroon. Daar gaan we. We moeten eerste worden. Als we deze hebben gewonnen, dan hebben we echt, zijn we de eerste. Oh, dit is zo spannend, kijkers. Dit is echt het spannendste moment uit mijn leven. Ik denk dat ik nog nooit zo'n spannend moment heb meegemaakt als dit. Oh, en ik wil zo graag eerste worden. Oh, oh, kijkers. Kijkers, au, au, op mijn hoofd. Dat deed toch veel slecht pijn. Oh, oh. Oké, ik kan nog eerste worden. Dit kan nog, kijkers, dit kan nog. Het is spannend, maar het kan nog. Oh, oh, au, oh, dat deed veel te veel pijn. Meneertje toch. Au, ren eens door, ren nou eens door. Ren nou eens door. Kom op, kom op. Kom op, kom op. Nee, iemand had hem al. Hoe was hij zo snel dan? Oh, maar hij heeft gewonnen en ik net niet, kijkers. Maar maakt niet uit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dank jullie wel voor het kijken naar deze nieuwe video. Hey, hi feel. En doe allemaal een duimpje omhoog en dan zie ik jullie bij de volgende video. Abonneer even, want we hebben 70.000 abonnees. Dat is jottem leuk. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.